In deze video gaan we het hebben over spectra en de samenstelling van sterren en hoe je daar iets over kunt zeggen met behulp van deze spectra. We gaan drie leerdoelen behandelen, namelijk dat je kunt uitleggen wat het atoommodel van Bohr inhoudt, dat je het verschil kunt aangeven tussen een absorptiespectrum en een emissiespectrum en tot slot dat je ook kunt uitleggen hoe deze spectra ontstaan. En om dat te kunnen, moeten we eerst nog eens even goed gaan kijken naar wat nu precies licht is. Waar hebben we het over als we het hebben over licht? Nou, we weten al dat licht een golf is. Licht gedraagt zich als een golf, maar licht bestaat ook uit heel veel pakketjes energie. Die pakketjes energie noemen we een foton. En zo'n foton heeft eigenlijk van beide uh, eigenschappen heeft het iets in zich. Het gedraagt zich soms als een golf en soms ook echt als een deeltje. Als je dan gaat kijken naar licht, dan blijkt dat de hoeveelheid energie in zo'n foton afhankelijk is van slechts één grootheid en dat is de frequentie van het licht. Dus rood licht heeft een lagere frequentie dan violet licht en daarmee ook minder energie per foton als violet licht. Je kunt het zelfs gaan uitrekenen, daar heb je ook een formule voor en die, houdt, eh, die luidt dat de fotonenergie gelijk is aan een constante h, dus de Planck constante, maal de frequentie f. Nou, die kennis gaan we meenemen en we gaan eens kijken in detail wat is nu ook alweer dat atoommodel van Bohr Nou, Niels Bohr die zei eigenlijk als eerste: uh, nou, e elektronen draaien om een positieve atoomkern. Dat was niets nieuws, maar hij zei daarnaast nog een dingetje en dat was wel nieuw. Hij zei: die elektronen kunnen zich alleen bevinden in vast omlijnde banen. En ik heb er hier uh, drie getekend. Uh, een baan met, uh, die we dan noemen NS1, een baan NS2 en een baan NS3. In de meeste uh, uh, atomen heb je nog veel meer banen, maar ik hou het even simpel. En we kijken even naar drie verschillende banen. Als je een elektron de keus geeft, zal het uh, het liefst gaan zitten in NS1. Die baan, dat is de grondtoestand. Ja, waarom? Omdat het elektron daar de minste energie voor nodig heeft. Wil je een elektron van... De eerste baan naar de tweede baan brengen, dan moet je dat elektron energie meegeven. Zou je hem van de eerste baan naar de derde baan euh, willen laten gaan, dan moet je hem ook energie meegeven, maar natuurlijk meer dan wanneer je hem van de eerste naar de tweede baan wil laten gaan. Dus wanneer het elektron van de ene naar de andere baan springt, dan hangt daar een bepaalde hoeveelheid energie aan vast. Dan geldt ook het volgende: gaat het elektron naar een hogere baan dan kost dat energie en gaat een elektron naar een lagere baan, dan levert dat energie, dan komt de energie vrij. En we gaan dadelijk zien in welke vorm die energie vrijkomt. Nu is het natuurlijk de interessante vraag, ja oké, okay, hoe kan ik dan zo'n elektron in een hogere baan krijgen? Hoe kan ik die energie aanleveren? En dat is eigenlijk heel simpel. Die energie wordt aangeleverd door fotonen. Uh, en ik heb hier eventjes een spectrum getekend, dus uh, hier zitten alle kleurtjes licht in. En daar komen dus ook alle kleurtjes fotonen uit. En wanneer zo'n foton valt op een uh, atoom, dan kan een elektron die energie absorberen. Het foton verdwijnt dan en het elektron kan dan springen van een lagere naar een hogere baan. Maar uh, let op, want er zit wel iets heel belangrijks in. Dat doet het elektron alleen maar wanneer de energie van het foton precies de hoeveelheid energie is die het elektron nodig heeft om die sprong te maken. Heeft het foton meer of minder energie, dan wordt het niet geabsorbeerd en gebeurt er ook niks met het elektron. Dus alleen bepaalde fotonen met bepaalde energieën worden geabsorbeerd door het atoom en alle andere energieën worden doorgelaten. Ja, wat houdt dat nou in wanneer je aan de andere kant van het atoom gaat kijken naar het spectrum dat je overhoudt? Ja, als er slechts een aantal kleurtjes worden geabsorbeerd en de rest niet, dan krijg je dus een spectrum. Met een aantal zwarte banden erin. Zwart, omdat de fotonen die uh, daar hoorden geabsorbeerd zijn. En daarom ook dat dit spectrum een absorptiespectrum wordt genoemd. Uh, ik heb hier nog even laten zien dat uh, in deze situatie er drie mogelijke sprongetjes zijn. En je kunt dus ook zien aan de rechterkant dat er uh, bij drie verschillende energieën, bij drie verschillende kleuren, een foton is geabsorbeerd in het spectrum. Dus je krijgt drie zwarte bandjes in het spectrum. Ja, wat gebeurt er nou met zo'n aangeslagen elektron dat dus in een hogere baan zit? Ja, die kan na verloop van tijd, en het gaat vrij snel hoor, weer terugvallen naar een lagere baan. Wat gebeurt er dan? Hebben we net gezien, dan komt er energie vrij. Ja, in welke vorm komt die energie vrij? Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar dat is in de vorm van een foton. Dus op het moment dat het elektron van een hogere naar een lagere baan terugvalt... Dan zendt het weer een foton uit. En dat gebeurt op een ja, op zich wel hele logische manier, maar het leidt tot, wel tot een bepaalde uh, interessante situatie. Uh, daarvoor gaan we even niet meer kijken naar één atoom, maar ik doe even net alsof ik een hele wolk gasatomen heb, en, en allemaal van hetzelfde uh, element, en die absorberen dus allemaal een aantal fotonen wel en de rest niet. Ik krijg aan de rechterkant mijn absorptiespectrum. Ja, die elektronen in die atomen, die vallen op een gegeven moment terug, zenden zelf ook weer een foton uit. Maar het mooie is, het foton wat ze uitzenden, kan in elke richting weer uitgezonden worden. En zal dus niet precies eh, naar rechts uitgezonden worden. Dus wanneer je aan de rechterkant van die gaswolk staat, en aan de linkerkant staat bijvoorbeeld de ster, en je kijkt door de gaswolk heen naar die ster, dan zie je dus een absorptiespectrum. Je mist een aantal fotonen en alle andere fotonen zitten er nog in. Maar wanneer je vanuit een andere hoek kijkt, bijvoorbeeld hier, hier van onderaf getekend, van onderen naar de gaswolk euh, kijkt, dan zie je natuurlijk niet de ster op de achtergrond. Dus je hebt niet meer dat continu spectrum. Je zou misschien verwachten dat je helemaal niets ziet, maar dat is dus niet waar, want op het moment dat de elektronen in de gaswolk terugvallen, zenden zij een foton uit. Die kan ook in de richting zijn eh, waarin je kijkt als je van beneden af de gaswolk inkijkt. En je zult dus juist die fotonen gaan zien en eh, alle andere kleurtjes niet. Wanneer je zo'n spectrum hebt, dan noem je dat een emissiespectrum. Wanneer je die twee spectra met elkaar vergelijkt, dan zul je al wel snel zien. Eh, ja, zo'n emissiespectrum en een absorptiespectrum samen, die vormen eigenlijk weer precies zo'n continu spectrum. Dus ze hebben ontzettend met elkaar te maken. De plaatsen van die zwarte lijntjes vallen precies samen met de plaatsen van de gekleurde lijntjes in het emissiespectrum. Ja, wat kunnen we daar nou mee? Dan komt er iets heel interessants om de hoek kijken. Ik heb hier even een Engelstalig plaatje eh, gepakt met eh, vier verschillende atomen. Wat blijkt nou het geval te zijn voor alle elementen in het spectrum? Alle elementen in het spectrum hebben zo'n absorptie- en emissiespectrum, maar de plek en het aantal zwarte streepjes eh, in het absorptiespectrum. Hangt heel erg af van uh, het soort element waar je naar kijkt. Dus je kunt elementen herkennen aan de plaatsen van de zwarte streepjes in het absorptiespectrum en aan de plaatsen van de oplichtende streepjes in het emissiespectrum. En je zou dus kunnen zeggen dat zo'n spectrum een vingerafdruk in zich heeft van alle elementen um, die uh, zich bevinden tussen de ster, bijvoorbeeld waar je naar kijkt, en jezelf. Nou, Even nog een samenvatting. We hadden drie leerdoelen. Hopelijk kun je ze nu voor jezelf ook beantwoorden na het kijken van dit filmpje. We hebben uh, gekeken naar wat het atoommodel van Bohr is. Als het goed is, weet je nu wat het verschil is tussen absorptie en emissiespectrum. En je kunt het zelfs nog uitleggen aan de hand van het absorberen en weer uitzenden van die fotonen hoe die absorptie en emissiespectra ontstaan.